Mijn vorige video was een video voor mijn verjaardag en dit is een video na mijn verjaardag. Mijn community heeft mij weer eens verrast. Met een verjaardagsvideo. En ik heb begrepen dat het wel een beetje een roast wordt. Oh boy. Laten we kijken hoe lief en gemeen mijn kijkers wel niet zijn. Ik heb hier zelfs een bingo kaart gekregen. Met onder andere roast om leeftijd, fan intro, de witte balk van de streams. Wauw, dat is way back. Kut thumbnail. Oh, mijn thumbnails zijn goed. Kijk deze parel. Wauw. Volledig aangeleverd B-Day video. Moet ik die al afkruisen? Want het is like, zeg maar... Hij is volledig aangeleverd. Ik kruis hem al af. Hoppa. Secret admirer. Ga ik romance vinden? Is er nog een kans voor mij? Jarig! Wat erover dat ik ook weer een verjaardagvideo moet maken. Ik ga als het goed is morgen opnames doen. En ik zat van, oh fuck, ik heb nog helemaal niks voor verjaardagvideo. En toen realiseerde, toen zei ik van, ja vroeger reageerde ik dan gewoon op like, een video die like, kijkers hadden gemaakt. Dat is een verrassing. Die gewoon de community had gemaakt. Heel lief en maar die wholesome era is voorbij. Oké, leuk. Haha. Zijn jullie trots op jezelf? Ik ga gewoon lullig terug doen. Hé, dat ben ik. Ik ben vandaag jarig. Yo. Jij dacht, we maken geen filmpje. Natuurlijk doen we dat. Je bent jarig. Dag lief. Hey Wilbert. Ik kan je helaas niet feliciteren met de mooiste Wilbrood-trui, want... Die heb ik helaas al. Doei! Dat is zo waar, hè? Dat is zo waar! Ben je een OG, dan heb je een wilbrauwtrui. Fucking ziek. Maar die van haar is nog, like, zo mooi. Die van mij is, like, helemaal al lichter dan die hoort. En, like, zo vaak gewassen dat die gewoon afgetaft is. En zij heeft gewoon nog steeds alsof hij nieuw is. Dat is echt insane, oké? Hey, Wilbert. Ik wilde je graag nog wat vertellen. Yo, Amy. Namelijk, gevroren fruit ga ik eten. Oh, oké. Hey Wilbert, ik hoorde dat je een tweeling krijgt. Gefeliciteerd, geniet ervan. Ik krijg helemaal geen tweeling. Had ik maar baby's. Kan je je voorstellen, Daddy Wilbo? Damn. Yo, nou, what up? Ben je natuurlijk 28 geworden. Aha. Betekent dat je oud bent. Maar terwijl ik dit opneem, ben ik aan het editen. Fucking ziek. En dat, als dat je nu langzaam richting de dood gaat, gaat jouw fanbase ook richting de... Oh. Dus niet alleen heb ik een bejaardentehuis voor jou geboekt dit jaar. Ik heb dit jaar ook ingeboekt voor je carrière. Wauw. Oké, Alike. Oké. Wat zit je een video te maken met 's werelds ranzigste stekkerdoos die ik ooit in mijn leven heb gezien? Like, holy shit, wat is er hiermee gebeurd? Ik ben bejaard. Grap over bejaardentehuis. Zo, hoppa. Maar dat is toch ook een roast om leeftijd eigenlijk? Oké, hey, Joran. Gefeliciteerd met je visvangst. Hoe dan? Ik ben trots op u. Goeie vissenvang. Mm-hmm. Trots. Trouwens, zeg aan oma Made dat ik woensdag langs wil komen. Dank u wel. Ik haat Joran, denk ik, vanaf nu. Die gaat op mijn vijandenlijst. Dat is gewoon nice. Een aardig woordje. Die heb ik nog niet gehad. Ik had niet een aardig woordje gehad. Ik ga ze maken en dan ben je in één keer in een random kamer. Huh? Hieke? Ja. What the hell? Hieke is voor Willy Boo Boo. Oh fuck, wat is dit nou? Gefeliciteerd met je verjaardag. Je bent nu nog meer een boomer. Oh. Dat is toch wat je wil hebben in je leven. Ja. Ik wou even mededelen dat het is je verjaardag. En dat betekent ook dat je dus meer naar de dood gaat. Als je dat even weet. Gaan we aardig zijn? We gaan een keer aardig zijn. Nou, Wilbert, gefeliciteerd met je verjaardag. Hopelijk maak je een leuke dag van. Hopelijk heb je lekker geknubbeld met Poes. En ja... Dat had ik niet verwacht. Ik had niet verwacht dat Hieke degene zou zijn die een aardig woordje zou doen. Dankjewel, dat vind ik lief. Oh, hier, je gaat dood, joke. There you go. Ik ga dood. Hey Wilbert, gefeliciteerd met je verloving met Made. Mijn verloving met Made. Was ik maar getrouwd met Made. Maar hard gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Had een hele leuke dag van. Joejoe. Wilbert, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Yo, thanks. Ja, ik denk niet dat je me kent, maar alsnog wil ik je wel feliciteren met je verjaardag. Ik hoop dat je er een fijne dag van maakt. Dankjewel Esther, ik ga er een mooie dag van maken, oké? Okay? Ik ga er iets leuks mee doen. Maar kijk, dit is echt Lex, hè? Die heeft like, gewoon mijn logo op de muur. Hoe sick is dat? Hey Wilbo, gefeliciteerd met je verjaardag. Thanks. 28, wat gaat het snel. Maak er een leuke dag van. Ik hou van je. Doei. Yo, ik weet niet hoor.
Maar volgens mij klonk dat als een wholesome me moment. Dat klonk als een wholesome me moment. Bejaard, die heb ik ook al gehad trouwens. Ik ben bejaard. Joran! Gaat hij lief zijn? Paul Wilbo. Yo, what up? Bejaardag. Thanks. Hey Wilbo. Yo, what up, Anne? Ja, jij weet waarschijnlijk niet wie ik ben. Maar ik ben dus Anne. Oh, 2 maanden in je mod en nu al in die zieke verjaardag. Dan is Anne mijn mod, hè? En dan gaat ze gewoon zeggen, yo, je hebt waarschijnlijk geen idee wie de fuck ik ben. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ik heb nog wat luiers liggen hier, weet je, omdat je nu zo oud wordt. Mag je ze wel van me hebben, weet je, gebeurt als je oud wordt. Kan ik niks aan doen, weet je. Maar ik hoop dat je nog heel wat jaartjes gezelligheid in die chat kan brengen, weet je wel. Gewoon die heerlijke gezelligheid. Hoop ik ook. Oh, dan kan ik dat ook nog gaan lopen aanhoren. Jee. Either way, met kusjes van Anne. Wanneer is dit gebeurd? Like, de verjaardagsvideo's eerst, weet je wel, toen ik like 21 werd, 22 werd, 23 werd. Toen was het echt zo van, yo Wilbo, leuke verjaardagen, oh, maak leuke video's. En nu is het echt zo van, hey Wilbo, je gaat bijna dood, by the way. Hopelijk vind je dat leuk. Yo, het is the one and only. Ja. Zie je dat nog goed? Oh god, wat gaat hij zeggen? Ja, ik heb gewoon gelijk. Okay. Ik zie daar een wilde Wilbert, die jarig is. Yo, dat ben ik! Ik ben Wil! Gefeliciteerd, Pik. Dankjewel! Gerald is dus gewoon nog wel lief. Yo, the one only Tessa! Tessa, die valt denk ik wel onder de categorie OG, toch? Die is wel vanaf het begin. Deze video is niet voor Ronald. Oh nee, ik zie het staan. Voor de beste vriend van Ronald. Oké, laat me even opnieuw. Ik dacht dus even dat dit like fucking wholesome en leuk zou zijn. Ik weet niet precies hoe oud je bent geworden, maar dat zal echt wel... in de 60 zijn of zo. In ieder geval oud. Nou, maak er een leuke dag van. En hopelijk vind je deze video leuk. Lekker nostalgisch. Net zoals alle video's van vroeger. Daarom moest ik natuurlijk ook... Ga me 60 jaar oud noemen, dus deze is voor jou. Met tongetje erbij, wat vind je daarvan? Ook even meedoen, weet je. De OG moet toch... De OG. Moet toch even meedoen. Ja. Leuk. Alle jokes aside... Oh, jokes aside. Hard gefeliciteerd. Dankjewel. Dan moest natuurlijk even een beetje geintje erin. Ja, tuurlijk. Je kent ons. Ja. Ik wens je een hele fijne dag. Thanks. En ik zie je snel weer terug in de chat. En yo. Ook weer een keer een meeting. Yo, meeting. Wanneer komen de meetings terug? Hey Wilbert, gefeliciteerd met je verjaardag. Yo, dat is Hayet weer. Superleuke content en ik kan altijd genieten van je streams. Ik vind het altijd superleuk je weer te zien op meetings. Maak er een leuke dag van en tot de volgende stream. Yes! Hoi Wilbert, ik hoorde dat je jarig was. Dus oh, gaan we nu wel wholesome doen? Filmpje op te nemen. Dus lief. Deze, gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Ik vond het ook ontzettend leuk om je te ontmoeten op Heroes Made in Asia. Dus je ziet het volgend jaar gewoon nog een keer natuurlijk. En pak nou, dan wens ik je nog een fijne verjaardag toe. Leuk en wholesome. Shout-out naar Amy. Hoi Wilbert. Alyssa! Gefeliciteerd met je verjaardag. God damn! Alyssa is dus ook een... This is ook een OG, right? Zij kan, like, autorijden. Ah! Wel dat ik fan van je werd toen ik, denk ik, 13, 14 jaar oud was. Yep. En nu jij jarig bent, wanneer je dit ziet... Ben ik net 20 geworden en jij wordt 28. 20! Fuck, dit is pijnlijk. Dit is like een pijnlijke reality check. En jou dan al 6, 7 jaar ongeveer. Oh, dat is toch insane. Dat is insane. Daarom je bij na te denken. En yeah. Je ziet me niet meer vaak voorbij komen, maar ik support je echt nog steeds in het diepste van mijn hart. Dat weet ik. Ik hoop echt dat je... Dat weet ik. ...gelukkig leven hebt. Ja. Thanks, thanks. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Fucking sick. Nou ja, gefeliciteerd. Geniet van je dag. En ik wens jou het beste toe. Ja, opeens make-up. Ik hoop dat je leuke cadeautjes krijgt. Ja. Ja, ik hoop dat deze video je goed heeft gedaan. Deze video heeft mij goed gedaan, hè. Deze video heeft me dus goed gedaan. Deze video is echt like fucking awesome, trouwens. Echt dankjewel aan iedereen die mee heeft gedaan aan deze video. Ik ben heel bang dat hun deze video kijken en zitten zo van, what the fuck? Like, je hebt zoveel gemist. Heb je wel opgelet überhaupt? Roast om leeftijd. Ja, dat zat erin. Volgens mij is dit de
bingo kaart. Denk ik. Ik denk dat dit de bingo kaart is. Ik hoop dat dit de bingo kaart is. Wil jij ook iets liefs achterlaten voor mij over mijn verjaardag of wat dan ook? Om gewoon om mij beter te laten voelen, om mijn ego te voeden. Laat het me ook weten in de reacties beneden. Hopelijk blijven jullie mijn video's leuk vinden en hopelijk blijven jullie het leuk vinden om dit soort dingen te doen voor mij. En dan zie ik jullie, niet letterlijk, in de volgende video. Doei!